Handelsgebouw in Sommersdijk, heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andreas Striebos en mijn gast is André Kastelein. Welkom André. Dank je. Ik denk dat heel veel mensen jou al wel kennen, maar ik ga je toch vragen voor de mensen die je niet kennen: wie ben je? Ja, ik ben uh, André Kastelein, zoals dat je Dat zei zegt. ik al, ja. En ik woon in, uh, in Goede Reden. Ja. En ik ben leraar op de. Prins Maurits uh, scholengemeenschap in het vak Nederlands. Ja, yeah. ik heb ook jaren geschiedenis gegeven. Ik heb ook op de MAVO in Stellandam uh, gewerkt en ik zit in het onderwijs sinds 1977. Dus wow. ik ken heel veel mensen. So. Um, verder ben ik uh, actief als uh, penningmeester van het uh, Paul van Hessenfonds. Fonds. Dat is een uh, fonds wat uh, Sociaal-culturele doelen op Goede Overvlakke uh, sponsort. En ik ben, ja, ik meer dingen, lid van het Zeeuwse Wetenschappelijke Genootschap. Lid van het Lions Club. En ook stadsgids voor het VVV, want dat doe ik uh, met mijn pet op als uh, voorzitter van de Stichting Goede Gemeenschap. Zo. Ja. Dus je bent uh, bezig baasje. Ja. Zoals we dat noemen. Ja, ja. Wat leuk. En je bent ook leraar geschiedenis geweest, zeg ik. Ik ben leraar geschiedenis geweest, maar op een gegeven moment ben ik schooldecaan geworden. En toen moest ik de keuze maken van ja, welk vak stoot je af om ja, ja, ja. het decanaat goed te kunnen doen. En toen heb ik voor geschiedenis uh, gekozen om dat af te stoten. Maar ja. goed, dat neemt niet weg dat ik nog zelf wel uh, zeer geïnteresseerd ben en op dat gebied wel actief ben nog. Komt goed uit, want ik ga je wat vragen erover stellen. Oké. Okay. Ja, en uh, je woont in Reden. Is dat ja. de plaats waar je ook geboren bent? Nee, mijn, uh, mijn ouders komen allebei van het eiland. Mijn moeder ja? komt uit uh, Sommelsdijk. En mijn vader komt uit, uh, uit Oudorp. Maar die zijn uh, kort na de oorlog uh, verhuisd naar uh, Breda. Daar ben ik geboren. Breda? Daarna ben ik in Delft opgegroeid. Want toen ik twee was, zijn ze naar Delft verhuisd. Maar het eiland bleef altijd trekken. Want ja. mijn familie uh, woonde hier. En een beperkt aantal familieleden woont hier nog. Dus zodoende kwam ik als kind al vaak op uh, het eiland. Toen het echt nog een eiland was trouwens. Ja. Uh, ik vond het ja. fantastisch. Ja. Mocht je met een stoomboot mee vanuit uh, ja. Ja. Hellevoetsluis? Dat waren nog eens tijden. Ik vond het zo jammer dat die Haringvlietbrug aangelegd ja. werd toen al. Dat... Het was even nodig. Dat was even nodig, inderdaad. <laughs> ja. En uh, ja, in, uh, nogmaals in 77 ben ik hier weer, uh, weer naartoe gekomen. En, en nooit ik woon nu in, uh, in goede reden, in een uh, oud grote monumentenpand aan de Noordzijde haven. Oh, daar hebben ze er nogal wat van, hè daar. Heel veel. Geweldig. Ja, dat is natuurlijk het, het is... leuke van, uh, van goede reden. Je hebt daar heel veel uh, Rijksmonumenten. Ja. En ja, dat is vanaf het begin eigenlijk mijn interesse geweest. Ik denk, als ik weer terugkom naar Flaque, dan wil ik in zo'n rijksmonument wonen. Ja, dat uh, kan ja. ik helemaal begrijpen. Ja, gewoon Goed. weer één met een kelder en met bedsteden ja. en uh, een mooie oude marmeren gang. Ja, en, uh, fantastisch. Ik vind dat helemaal uh, fantastisch, ja. Ja, 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 Ik ja, wil er ook ja. nooit meer weg. Nee, nee, nee ik nee. snap het helemaal, ja. Ja. ik snap het helemaal. En goede reden is de enige stad. Ja, Goede Reden heeft in uh, 1312 uh, stadsrechten gekregen van uh, Gerard van Voorne. Ja, Waarschijnlijk was het toen nog geen stadje... maar werd er al anticiperend op toekomstige ontwikkelingen... al een stadsrecht verleend. Er waren ook wel muren, hè? Ja, nou, die zijn gekoppeld hè, aan, aan het verkrijgen van stadsrechten. Je moet denken, ja. er de werden handelsproducten ja. overgeslagen in, uh, in Goede Reden. En die opgeslagen handelsproducten die moesten natuurlijk beschermd worden. En toen het plaatsje een beetje in de vaart der volkeren opgestoten werd... Uh, had men dus behoefte aan beveiliging en inderdaad een, ja. een stadsmuur. Ja. En Gerard van Voorne heeft toen die rechten gegeven. Ik wil niet zeggen dat het toen echt al een, een stadje was. Waarschijnlijk was het een, een, een dorp in ontwikkeling waarvan men dacht... Hey, dit kan strategisch zich sterk gaan ja. ontwikkelen, laten we alvast maar... Die rechten geven, waardoor het uh, dorp bijvoorbeeld uh, snel het recht kreeg om uh, bijvoorbeeld kabeljauwstol te gaan ja. heffen of tol ja. op andere uh, producten. Ja. En daarmee kreeg men dan behoorlijk wat uh, revenue binnen en die konden dan weer in de stadsmuur gestoken worden, of later ook in uh, de bouw van. Uh, de prachtige gotische kerk die er uh, gestaan heeft. Gestaan heeft. Gestaan heeft, ja, ja. helaas. Uh, ja, en ja. de wallen die er geweest zijn. Ja, ja, ja. En de poorten die er geweest zijn. Is daar ja. nog iets van over? Ja, heel weinig. De laatste authentieke poort is de hoofdpoort geweest uh -huh. aan het eind van de straat En die is aan het begin van de 20 ste eeuw gesloopt. Daar zijn nog foto's van. Oh. Ja, die stond klem naast een basisschool. En de kinderen op die basisschool die vonden het prachtig om die toren op te klimmen. Maar dat was inmiddels een ruïne geworden. En er kwamen regelmatig stenen naar beneden. Het was eigenlijk een heel gevaarlijke situatie. Mm. Bovendien hadden boerenkarren bij de entree van Goede Reden wat last van die toren. En ja, men had nog niet de, de nostalgie nee. waarmee nee. men uh, nu alles verguld. Dus nee. men heeft gewoon gezegd dat ding staat in de weg en het is gevaarlijk. En er is nog wel wat protest geweest hoor. En er is nog een heel gedetailleerde tekening gemaakt door de Rijksdienst toen al voor de monumentenzorg. Maar men heeft toch besloten om uh, het gebouw uh, te slopen. Dus authentieke torens zijn er niet meer. Maar de poorten zijn hier en daar wel in de bestrating aangegeven. Dus je kan de contouren van de molenpoort en de Mariapoort. En, uh, die kan je nog in de bestrating herkennen. Dus Joh. dat is nog het enige wat resteert. Yeah. Dus, ja, yeah. jammer. Dat is heel ja. jammer. Ja. ja. En die wallen, hoe is dat gegaan, die muren? Ja, die muren zijn ook uh, geslecht. Uh, waarschijnlijk ook omdat ze geen echte functie meer, uh, meer hadden. Uh, op een gegeven moment hebben ze natuurlijk ja, na de ontwikkeling van uh, meer wapentuig blijkt zo'n stadsmuur natuurlijk niet zo waardevol meer nee. te zijn. Men kon de stenen waarschijnlijk goed gebruiken voor andere doeleinden. Hè, dus uh, voor huizenbouw bijvoorbeeld. Um, er is dus nog een restant van de stadsmuur te zien aan de Groenmarkt in, in Goedereden. Daar staan allemaal kleine huisjes. En die hebben allemaal één gemeenschappelijke achtergevel. Dat was natuurlijk voordelig. Want het restant ja. van die stadsmuur stond er nog. En je hoefde dan maar alleen een voorgevel. Ja. Een paar muren. Ja. Maar die ene dikke achtermuur die had je al. En die is nu ook uh, beschermd. Maar dat is nog steeds goed te zien. Als je vanaf de tramlijn weg aan komt lopen. dan zie je aan je rechterhand uh, heel duidelijk. dat die, al die pandjes één gemeenschappelijke achtergevel hebben. Oh, bijzonder. Ja. Ja. Oh, bijzonder. Ik snap nu dat jij gids bent. Want ja. je doet het wel heel boeiend. Ja, hey, en um, ik heb ook iets gelezen over de Romeinse tijd. Toen was de goede reden belangrijk, een doorvoerhaven. Er is een. Is een er zijn opgravingen gedaan. In de vijftige jaren zijn er uh, al ruilverkavelingswerkzaamheden geweest, in de goede reden. Ook trouwens nog in de zeventige jaren. En bij die ruilverkavelingswerkzaamheden heeft men in de polder uh, de restanten ontdekt van een beschoeiing, zoals gebruikelijk was bij een, uh, een haven. En men heeft daar Romeinse munten gevonden en ook terra sigillata, Romeins aardewerk, mm -hmm. En dat is onderzocht onder meer door de toen heel beroemde architect Trimpe Burger. Die heeft dat allemaal gedocumenteerd en de laatste decennia is er weer opnieuw aandacht voor geweest en constateert men toch dat er wel een vrij belangrijk haventje, nou misschien wel een haven ja. geweest moet zijn, ja. waar vandaan uh, er wellicht uh, handel plaatsvond richting Engeland. Net zoals bij Donburg heb je natuurlijk uh, die Neolennia. Uh, ja. Fotiefstenen die ja. gevonden zijn. Nou, die zijn in goede reden niet gevonden. Maar misschien is het daar vanuit goede reden ook een springplank geweest. naar andere oorden. En heeft er dus inderdaad scheepvaart ja. plaatsgevonden vanuit ja. die haven. onder ja, auspicie van uh, de Romeinen. Ja. Ja. Dan is het echt ja. heel oud. He? Dus het is heel oud, maar dat speelde zich meer af in de weg die nu de Romeinse weg heet. Ja. Die weg heeft niet altijd zo geheten, hoor. Dat is pas met de ruilverkavelingswerkzaamheden. Heeft men die naam verzonnen toen daar Romeins aardewerk werd, uh, werd aangetroffen. Maar het is wel interessant dat je op een, uh, in een gebied woont wat eigenlijk al heel lang uh, bewoond is. Ja. En dat geldt natuurlijk eigenlijk voor het hele eiland uh, goede reden, Goeree. Eh, je zat natuurlijk achter de strandwallen in Oudorps, dat je ja. beschut uh, tegen de zee. En ja, Flaké moest nog, uh, nog ingepolderd worden. Dus uh, dat geeft natuurlijk toch... Uh, Zeker de chauvinisten op Goereen <laughs> nog uh, wat reden om ja. uh, de borst wat vooruit te steken. Ja, ja. ja. ik begrijp het. Ja. Maar ja. het is buiten tis, omgegaan, toch? Het is uh, betrekkelijk. <laughs> ja, want ik snap het die wel. welvaart heeft uh, ja. goede reden. Op een gegeven moment ook weer... Uh, ja, goede reden heeft ook een periode gekend waarin het niet goed ging. Ja. En men gedwongen werd om het mooie kerkgebouw grotendeels uh, te slopen. En het is eigenlijk van de handelsfunctie uh, overgeschakeld naar de agrarische yeah. richting, is men, men is steeds meer ingaan polderen. Goede reden is steeds meer van zee komen te liggen ja. en uiteindelijk is het ook een plaatsje geweest wat heel arm geworden is. Ja. En dat is goede reden geweest ja tot, tot misschien wel tot de tijden van de ramp. Uh, er bestonden onder de toenmalige burgemeester grote plannen om goede redenen op te stoten in de vaart der volkeren. En de, de Pieterstraat moest gesloopt worden. En er moesten doorzonwoningen komen. Ja, want dat was modern. En welk jaar hebben we het dan over? Welke ja, 60e jaren. 60 ach, jaar. En uh, men heeft toen uh, bezwaar aangetekend. En uh, uiteindelijk is uh, Goedereede toen uh, verklaard tot uh, beschermd stadsgezicht. Gelukkig. En, en een beetje de armoede van Goedereede is ook de redding geweest. Waar andere plaatsen waar mensen huizen uit gingen breiden of uh, ja. gingen ommetselen. Of misschien wel kunststof, kozijn. Ja, in de ja, ja, ja dat ging in Goedereede niet. En uh, toen het aangewezen werd als beschermd stadsgezicht. Toen was er ook voldoende subsidiegeld nog beschikbaar. Rijksdienst voor de Monumentenzorg subsidie subsidieerde Riand. Deed de provincie nog wat bij en ook de gemeente Goede Reden, toenmalige goe gemeente Goede onder leiding van toen burgemeester Van Velzen, heeft zich erg beijverd voor het herstel. En ja, nu is Goede toch een heel uh, harmonieus uh, plaatsje geworden. Prachtig stadje. Waar ja. uh, het valt me altijd op: een heleboel mensen, als, ik vraag, als mensen mij vragen waar woon je, dan zeg ik uh, in Goede En een heleboel mensen kennen het toch niet? Nee. Goede overvlakken en dan, Oh, dan o, in Zeeland. Zeeland. Nee, in Zuid-Holland. Okay. Ja. Oh. En misschien kent u wel Oudorp. Ja, Oudorp. Nou, goed, als u dan vier kilometer voor Oudorp afslaat, ja. dan moet u maar eens kijken. En ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, oh, ik wist niet dat het zo'n mooi plaatsje was. Ik had wist het niet nou. Nee. We proberen publicitair het een en ander aan te doen natuurlijk. Maar het komt misschien nog onvoldoende over. Het eiland moet misschien toch nog steviger op de kaart worden gezet. Ja. Ja, en ja. toch zit, als je in de zomer komt, het terras zit altijd vol daar, die terrassen. Ja, het terras zit altijd, ja. uh, zit altijd vol, zeker bij uh, de Gouden Leeuw. Ja. Natuurlijk een van de oudste panden van, uh, van Goedereden. In 1482 is er een grote stadsbrand geweest in Goedereden. Wat woningen in de straat en de kerk, die wat oh, excentrisch ligt, zijn toen gespaard. As, uh. Een vrouw had uh, hete ja. as gestort op straat. Ja. En ja, uh, alle huizen waren van hout en hadden ja. strooien of dakbedekking. Ja, dat is dan geen succes natuurlijk. Nee. Dus die, uh, maar daarna zijn er allerlei verordeningen gekomen dat men de huizen in steen op moest trekken. En een stenen dakbedekking, tegels moest aanbrengen. En uh, toen is al heel snel de Gouden Leeuw gebouwd. Ja. Wat nog gedeeltelijk die, die gotische constructie heeft, dus met moeren en kinderbalken. Dus, ja. ja. Zeg maar, het dragende gedeelte is gewoon nog traditioneel. Maar het muurwerk werd niet meer in hout uitgevoerd, maar in steen. Ja. En dat is dan later de verblijfplaats geworden van uh, de, de enige Nederlandse paus die uh, Nederland uh, voortgebracht heeft. Dus. Ja. Wel grappig hè dat hij nou juist op een goede overvlak, ja. ja, maar ik, Doch, ik uh, begreep dat hij er niet zo vaak was. Hè? Nee, hij was er niet, uh, niet vaak. Nee. Uh, er wordt ook niet gesprek, gesproken over de, de pauswoning, maar er wordt gesproken over de, de pausenkamer. Ja. En uh, het is zo dat hij snel al leermeester werd van Karel de Vijfde en een lager geplaatste geestelijke waarschijnlijk een gedeelte van zijn uh, tractement gaf. Om in goede reden. En uh, die moest dan de goede reden onder zijn hoede nemen. En hij kwam dan waarschijnlijk uh, eens in de zoveel tijd op inspectie om te kijken of alles wel goed uh, verliep. Dat weten we ook uit uh, brieven die nog in het uh, Archief in het streekarchief bewaard worden. Oh ja? Daar is nog een, een authentieke brief van uh, Adrianus. Ja. Waarin hij uh, zich uh, naar het gemeentebestuur toe uh, uit over uh, het feit dat uh, Paulus, die hoekmaker, hakenmaker, of misschien een hoek, ook misschien een scheepsbouwer, dat weet ik niet. Uh, dat hij de spot drijft met de heilige mis. En Adrianus die vindt dan toch dat daar tegen opgetreden moet ja. worden. En dat is een brief die hij zelf echt geschreven en ondertekend heeft. Geschreven met de haast, zo staat er uh, onderaan. Hoe het met die Paulus verder afgelopen is, weet ik niet. Maar je ziet dan wel al een soort voorreformatorische beweging. Want er zijn dus onrusten kerkelijk. En ja. Paulus die drijft de spot met de heilige mis. Ja. En kort daarna uh, komt dan Maarten Luther natuurlijk... Uh, het zat, Met, lucht, het zat in de lucht, hè? Het zat in de lucht. En uh, ja. ja, dat is natuurlijk een van de grote problemen geweest van Adrianus, want die komt dan ook, uh, ja, 1517 krijg je natuurlijk Maarten Luther. En Adrianus is dan nog paus, nog maar net, want uh, hij is maar anderhalf jaar paus ja. geweest. Ja. die man is uh, weggekwijnt in, uh, in Rome, volgens sommigen zou hij vergiftigd zijn, maar hij heeft een heel ongelukkig pontificaat gehad. Die hele Italiaanse sfeer met pracht en praal. En uh, Sixtijnse kapel met alle hedense beelden. Hè. Nee. De, de, die, daarvan heeft hij voorgesteld om die maar in de Tiber te gooien. Dat oh, is gelukkig, dat, niet, dat uh, niet, is gelukkig nee. niet gebeurd. Maar hij heeft zich daar helemaal niet kunnen vinden. Hè. Hij wilde Ook de Curie wilde die helemaal uh, hervormen. Ook uh, ja, zijn voorgangers, uh, Clemens bijvoorbeeld, die hadden echt uh, nou ja, het geld echt doorgejaagd. En er liepen ook een heleboel kindertjes door het Vaticaan. die schrikkend ja. op Clemens steken. Ja, er en waren wel dat meer pausen. Adrianus was dat een, een gruwel. En die heeft echt geprobeerd te, te reformeren. Maar dat is dus uh, niet, uh, niet gelukt. Dus, Hij uh, nee. heeft het echt als een zware last ervaren. Dat zie je ook uh, aan zijn graftombe. Hij ligt niet in de Sint-Pieterskerk, maar in de andere kerk in, in Rome. En dan uh, hij, hij ondersteunt zijn hoofd zo. En dan zie je echt zo: van oh, dat dit is uh, heel, heel moeilijk geweest. voor ja, ja, dus triest. Ach. Maar we zijn er natuurlijk wel trots op. één Nederlandse paus. Ja, en die heeft in goede reden. Ja, en, en dat men daarna zo de schrik te pakken gekregen <grijggeven> heeft. Want tot de ene laatste paus, hè, die kwam uit Polen. Ja. Nou, tussen Adrianus en die Poolse paus. Heeft nooit meer in buitenlanden gezeten. Het zijn alleen altijd Italianen geweest. Is dat zo? Dat is zo. Ja. En op het ogenblik heb je natuurlijk een paus uit Zuid-Amerika. Ja, ja, ja. Maar uh, tussen Adrianus en de Poolse paus zitten alleen maar Italianen. Ja. Dus oh. Oh. dat geeft wel aan. <laughs> dat men heeft gezegd: van, nooit meer. Dit nooit meer. Nee. Ja. Ach wat. wat een leuke verhalen zijn dit. Ja. Toch? ja. 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 Nou heb ik, iets, ik. Je kent het boek natuurlijk ook van Van Wezel. Ja. Over heksenprocessen. Leendert is een, uh, een oud-leerling van me, Leendert van Wezen. Ja, hoor. Ik heb hem op de MAVO, ja, dat vind ik wel leuk, uh, geschiedenisles gegeven. En toen hij het boek presenteerde, dat heeft hij gedaan in de Goede Toren. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. Ja. Daar kreeg ik een speciale uitnodiging, want door mijn geschiedenislessen oh, was leuk. hij zo geïnspireerd. En dat heeft hem tot verklaarde die toen tot het schrijven aangezet. Dat nou, dus, vind ik eigenlijk heel grappig. Ach, wat leuk. Maar die schrijft dus inderdaad over de Goerese heksen. Ja, ja. ja over... Uh, hoe heet ze? Nee. Ja, Nienke. 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 Ja. He, uh, die heksenprocessen in reden zijn in die zin wel uniek. Uh, in de rest van Nederland werden geen heksenprocessen meer uh, gevoerd, maar reden is de plaats waar de laatste heksenprocessen de gevoerd laatste. zijn. De laatste? Dat was na en, de hervorming, hè? Jacob Kats. Die komt natuurlijk oorspronkelijk uit uh, Brouwershaven. Op de markt in Brouwershaven zie je mooi zijn standbeeld ja. nog staan. Die is later natuurlijk raadpensionaris uh, geworden ook. Maar die is speciaal nog naar goede reden als landsadvocaat afgereisd, vertelt hij in zijn annalen. En hij heeft, vertelt hij, een van de heksen vrij weten te pleiten. Oh. Maar het neemt hij weg dat er toch een paar dames op de markt uh, verbrand ja, zijn. Ja, en, en een verhaal met boter, melk. Ja, dat was... Um, uh, dat is gewoon... Vreselijk bedrog is ja, daar gepleegd. Um, je kon natuurlijk uh, boter, moest melk ja. moest gekarnd worden ja. om uh, er echt boter van te maken. En uh, als Nienk of een van de andere dames in kwestie in de buurt was, dan kon je helemaal suf karnen. Dan maar uh, er niks. De melk bleef, uh, bleef vloeibaar. En dan zijn er ook nog verschillende getuigen, aar uh, die zeggen ja. Ik zag dat ze mijn varkens sloeg. Die varkens, dat was een soort oh ja. vuilnisophaaldienst, avant la lettre. Uh, maar ik zag dat zij een steen naar mijn varken gooide. En daarop heb ik een steen naar haar gegooid, vertelt een van de boeren. En die zegt dan dat hij daarna zijn arm niet meer kon bewegen. Ja. Gewoon uit de kom waarschijnlijk of zo. Maar dat wordt dan ook aangevoerd als ja. bewijsmateriaal. Ja. En ook een neefje van een van de heksen... Uh, bekend dat zijn tante omgang heeft met uh, de duivel. Ja. En dat hij Jacob heette en uit soms Dijk kwam. Oh ja? Ja. En dat hij uh, hoefijzervoeten voeten had of zo. Ah, ja, ja. Dus, De laatste heksenproces. De laatste heksenproces. En een broer van haar, die was gemeentesecretaris. Ja, er zijn nog verschillende uh, Goedhezen en Ouderopse families die dus wel van die heksen uh, afstammen. Maar. Dat was gelukkig niet meer merkbaar. Nee. Ach, ik wist niet dat het de laatste waren. Ik wist wel dat ja, het gebeurd was. Ja, het zijn de laatste. En ik heb ook iets gehoord, en daar mag jij me alles over vertellen. Dat de mannen waren de oorlog in. En uh, reden werd aangevallen. Ja. En de vrouwen hebben mm. de muren, vanaf de muren, de, de stad tijd, verdedigd. Dat is in de uh, tijd geweest van de hoekse en kabeljauwse oh, twisten. Ook al even geleden. Uh, dat is al even, dat is al even ja. geleden. Um, je kreeg toen dat, dat steden die, die kwamen op, hè. die werden machtiger, die kregen ommuring en de adel begon positie te verliezen. Hè. Die steden gingen zich meer uh, ja, eigen gereid opstellen. Uh, die adel zat al lang niet meer veilig in hun kastelen, want een vaatje buskruid deed wonderen. <laughs> Uh, dus die positie gingen ze verliezen, en je ziet dan een soort strijd tussen de, de oude adel en, en de opkomende steden. Yeah. En dat heeft tot allerlei spanningen geleid, en onder meer leidde dat tot de Hoekse en Kabeljauwse ja. twisten. Met Jacob van Beieren. En ja. bij een van die uh, belegeringen, want er zijn er meer geweest, is, is Goede Reden uh, aangevallen door een, een vijandige vloot, gewoon uit Nederland afkomstig. We zijn belegerd geweest door Zierik Zeenaren en door Zevenbergers. En Zevenbergers. Dus een nationale gedachte ja. leefde nog niet echt sterk. Uh, en de mannen waren toen op, uh, op zee. En uh, ja, er ontstond natuurlijk paniek in het uh, stadje. En de vrouwen hebben toen in alle eil uh, pek verwarmd. Ja, prachtig verhaal, want dan denk ja. ik, dat duurt dan toch even voordat het vloeibaar is. Maar goed, dat hadden ja. ze allemaal op hun gas toen. Uh, en die, die hebben die pek waarmee die scheepsdekken gebreuwd werden... die hebben ze over de stadsmuren gegooid. Hè. Er werden natuurlijk ladders tegen ja. die muur gezet ja. en... Uh, die schepen die voeren tot aan de stadsmuur. Want waar nu dat beeldje staat, daar eindigt het eiland goed hé. Daar kwamen ja. Haringvliet en Gevelingen samen. En die vrouwen kieperden dan uh, die pek over de muur. En dat is natuurlijk geen, uh, geen pretje, want de temperatuur is heel hoog. Maar dat spul kan je ook niet makkelijk. En uh, ja, dit is verwijderen. Dat is ja. Verschrikkelijk spul. En de vijand is toen letterlijk. Ja, letterlijk uh, afgedropen. En dan krijg van die mooie plaatjes, van die ovaaltjes later. Hm. Je ziet de contouren van de, het uh, middeleeuwse Goede Reden. En dan de uh, Goede Reden zeer dapper in het strijden zag zich door vrouwen van het vijandseuvel bevrijden. geweldig is geweldig. André, ja. ik vind je zo boeiend praten, maar we zijn al aan het einde. Ja, dan gaan we toch nog een andere keer door. Ja, dat vind oh. ik wel. Ja. Hè, want het, ja, ik wou je nog veel meer vragen over de toren, waar ik nog wat vraag, maar ja. ik heb geen tijd meer. Ja, goed. Wordt het is op. Ver, wordt vervolgd. Het is op. Ik ga eventjes de, de mensen toespreken. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo.gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken kunt u via www.huiskamervanflaké.nl. Tot volgende week.